De Graafschap trapt zaterdagmiddag in Os aan voor alweer de derde oefenwedstrijd van deze voorbereiding. Na twee wedstrijdjes tegen amateurs was nu FC Os de tegenstander. Bij de Superboeren stond keeper Hidde Jurjes gewoon op doel. ADO Den Haag zou hem graag willen hebben, maar concreet is de interesse nog niet. Op dit moment is er gewoon nog voor mij in ieder geval niks, dus het is lekker rustig. De openingsfase van het duel was voor Os. Zo zagen ook de meegereisden de Graafschap supporters. Maar daarna sloeg spits Vincent Vermeij twee keer toe. Al hielp de defensie van Os bij de 2-0 wel een klein beetje mee. Het is overigens nog steeds niet duidelijk of de Graafschap het komende seizoen in de eredivisie of in de eerste divisie speelt. Trainer Jan Vreeman maakt zich echter niet druk. Dat is allemaal gissen, dus we gaan gewoon wachten. En dan daarvan dan weten we het. En dan moeten we dan op die moment, als we dan nog wat moeten, zullen we wat moeten doen. De Graafschap haalde al een aantal nieuwe spelers, zoals linksback Tim Keurntjes. Die terugkeerde bij de Graafschap en daar heel erg blij mee is. Ja, ik heb hier de hele jeugd doorlopen en toen ik hoorde dat de Graafschap interesse had, heb ik me alleen maar daarop gefocust. Luis Pedro is van NAC overgekomen voor de positie centraal achterin. Ik ben een harde verdediger. Hier kopsterk is sterk in 1-1. Daar liggen mijn kwaliteiten. Op dit moment is de selectie compleet, maar dat kan zomaar anders worden als de Graafschap toch in de eerste divisie moet gaan spelen. Sommige spelers, onder wie Vincent Vermeij, zouden toch een stapje hoger op willen. Het is voor mij nu, ik denk voor iedereen belangrijk dat we even afwachten wat er 15 juli gebeurt. Omdat als Graafschap in de Eredivisie blijft, wordt het natuurlijk ook een heel ander verhaal voor iedereen. Voor mijzelf ook.